het busstation van de Oude Rechtbank. Een fantastische mooie locatie om daar het bevrijdingsmonument dan ook te plaatsen. Ik vrees ook dat je, als het busstation overhuis je dan niet zo snel in orde hebt om daar een monument te plaatsen. Dus ik zou als eerste instantie het kerkplein beter beoordeeld willen zien, want ik kan me niet voorstellen dat het te klein is. En anders op de andere kant van de Waardplein. ...van de plaats zou worden. Dat is ons standpunt wat naar de gemeente herkend is. De beoogde plek is van oudsher het Waardplein. Maar gezien de stadsontwikkeling dacht ik, waar zou die dan kunnen staan, geplaatst kunnen worden? Nou heeft dat natuurlijk een kostenplaatje, maar ook een praktisch plaatje. Dus ik heb wat suggesties gegeven aan de raad. Waar gaat uw persoonlijke voorkeur naar uit? Nou, dat zei ik al. De persoonlijke voorkeur is het Waardplein, maar dat kan dus niet. Dus dan komt voorkeur nummer 2 op de plek waar nu nog het station is, het busstation. Dat is nou een mooi parkje gemaakt en daarop kunnen plaatsen. En als dat niet kan, dan zou ik dus de keuze laten waar het nu staat. Maar dan moet er wel een hele mooie verfraaiing komen van die omgeving. Want die ziet er momenteel dus niet uit. De wethouder komt terug met een voorstel naar de raad. Wat vindt u daarvan? Een goed plan. Ik heb ook begrepen dat hij dus een kijkje wil houden naar de Almelse bevolking toe. Dat die hun mening kunnen geven over een plek, voor de toekomstige plek voor het mooie monument, wat laten we wel zijn. Het is niet zomaar een monument. Het is een monument geschonken door de Almelse bevolking. Maar in feite moet de raad natuurlijk een knoop doorhakken. Ja, maar een raad, u weet dus, raad ligt in de raad van velen. En hoe meer raad binnenkomt, hoe beter de raad kan besluiten. Dus laat de Almelse bevolking maar hun mening geven of haar mening geven. Als u de meningen van de raadsleden heeft gepeild, waar denkt u gaat hun voorkeur dan naar uit? We hebben een mooie rechtbank gehad vroeger in Almelo. Dat is nu een woningscomplex, dat noemen we de rechtbank. En daartegenover zit dan dus het busstation. En de meerderheid van de raad kiest daarvoor om die plek te benutten om daar het monument, oftewel het kunstwerk van de gemeente Almelo, om dat daar neer te plaatsen. Als er 3 opties aan de Almeloze bevolking worden voorgelegd, hoe schat u dan de locatie in waarvoor men kiest? Ik denk dat men dus emotioneel kiest en dan wordt het het Waardgebouw. Maar als men praktisch kiest, rationeel dus, gewoon in helder denken, dan denk ik dat men kiest voor het busstation, oftewel bij de Wierdense Straat. Dank u wel voor deze reactie. Graag gedaan. En ik op de film. Word je zenuwachtig, wat? Nee, hij niks aan, maar die kan er niks aan. Die gaat er niet. Dat lukt ook niet. Die gaat er tussendoor. Oh, ja, dat kan niet. Dat gaat tussendoor. Dat kan nooit. Ja, weet ik wel. Wat moet je doen dan? Voor jou. Lekker man. Ja? 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 Ja, jij bent boos. Pas op, we zitten wel heel dichtbij. Ja, maar het is een wilgslangetje, dus Laat maar even kijken. Ja, ze kunnen buiten. Ja. Pak hem maar even op. Ja, kom maar. Ja. Ja, ja, pas op hoor. Ja, dichterbij, dichterbij, dichterbij. Ja. Ja, nog dichterbij, ja, pas op. Ja, ja. Ja. Ja? Heb je hem? Zit er helemaal in? Ja? Ja? Even letten, die komt wel. Ja. Goed zo. Goed zo, Brieke. Je bent goed aan. Ja, dat is hem. Van de hangbars. Ja, nu kun je de kop zien. Ja. Ik vind het... Nou gaat de adrenaline natuurlijk gewoon... In één keer een stuk hoger. Ja, hè? Ja, ik kunt het zien. Maar ik vind het... Hé, je bent fijn nog wat. Ja, ik vind. Daarom doe ik dit dus. Daarom doe ik dit. Ik doe, dit is. Dit is ja, dat ook hoor. De adrenaline kick is echt geweldig. Ik zit nu op jumper, wat? Ik ook.
Hij komt goed terecht nu. Ja, dat ging snel, toch? Ja. Ja. Hey, dankjewel voor de melding. Ook bedankt. Ik moet het een en ander invullen, eigenlijk. Succes. Dankjewel. Kunnen jullie misschien het een en ander nog invullen voor ons? Hey, ben je hem uit, hè? Ja, dat zie je zelf, hè. Op een andere manier behoefte aan betrokken zijn bij lijfbewijs, handen, zodat even via de Guzzi en mevrouw buiten huis gaan. Nogmaals, dankjewel. Ja, het gaat over onze oude locatie waar we vroeger op zaten. En wat is dat precies voor locatie? Schoollocatie. Waar wij vroeger op zaten, maar nu zijn we allemaal naar de andere locatie Evelo gegaan. En nu staat het al jaren leeg. En wat is nou de bedoeling van jullie project? Want zo kun je het wel noemen, of jullie voorstel. Ja, wat daar nu staat is waardeloos en we willen iets nuttigs daar maken. En wat willen jullie op de plan van de locatie Welgelegen realiseren? Een speeltuin voor gehandicapten die nog niet bestaat en waarbij kinderen zonder handicap en kinderen met handicap kunnen samenspelen. Ja, ze wilden eerst een zorgcentrum bouwen, alleen er waren er al heel veel in de buurt, dus dat vonden wij niet heel verstandig en zo. En mensen vinden het ook niet fijn als ze tegen een heel groot gebouw aankijken. Wat hebben jullie gedaan wat betreft de buren? We gingen mensen, buurtbewoners interviewen en hun wilden daar zo graag een speeltuin ook hebben. Wat is er uit de vragenlijst bekend geworden? Heel veel mensen wilden daar iets met parkachtige omgeving en iets waar ouderen en jongere kinderen iets aan hebben. En toen kwamen we veel uit op een speeltuin. Kun je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Zoe Nekkers. Ik ben 11 jaar en ik kom van de Telgenborg. Jullie hebben je plan bekendgemaakt in de gemeenteraad. Hoe denken jullie dat de gemeenteraad zal oordelen? Ze hebben natuurlijk al een plan voor locatie Welgelegen, maar ik denk wel dat ze het wel een goed plan vinden en dat ze er wel echt over na zullen denken of het misschien iets kan worden. Jullie groep heeft ook een naam, klopt dat? Ja. Hoe is die naam? Build the Future. Kunnen we dat eventjes doen? 1, 2, 3. Build the Future! 1, 2, 3. Build the Future!